Xabi Alonso. Xabi Alonso! Oh, I missed him! Oh, is it mogelijk? Rakitic. Goeie getuimde slijding van de verdediger. En Barcelona mag het gaan proberen met de ingooi. Jordi Alba. Inworp voor Bayern München. Daar is niks tegen in te brengen. Rafinha. Xabi Alonso. Götze. Bam. Dit wordt spannend. Jongen, jongen zeg. Hoe hoog over kun je schieten? Balbezit voor Barcelona met de inworp. Die bal is weg, maar waar komt hij terecht? Hij krijgt die bal niet meer onder. Barcelona ontkomt niet aan de wissel. Hij kan echt niet verder spelen door die blessure. Bam. Het schot wordt geblokkeerd. De bal kaatst weg en is buiten bereik. Bayern München krijgt een hoekschop. Gevaarlijk hoor, een voorzet van Ribéry. Doelpunt. Ik had eigenlijk een draak van de wedstrijd verwacht. Maar niets is minder waar, gelukkig. Ze laten hun tegenstanders alle hoeken van het veld zien. Ja, ze spelen echt goed hoor. En voor ons is het ook leuk. Even, we krijgen de ene kans naar de andere te zien. En we zien nog mooi voetbal lopen. Hij scoort met een uitstekende kopbal. De keeper is kansloos. Die komt er met de bal uit. Wat een actie. Hij gaat. Wordt dit wat? Daar komt de keeper nog net met zijn vingers tegenaan. Hij laat zich niet verrassen door het balletje. Nee, goed gered. Goed gezien van de keeper. Boateng. Götze. Buitenspel zo te zien, ja. Müller. De doelman leek geen moment te twijfelen en stormt zijn doel uit. En met succes. Ja, goed uitgekomen. Keeper, hij wist gewoon dat die bal zou hebben. Rakitic. Ja, en nu? Kijk eens. Dat is een goal. Hij maakt het goed af, maar die paas was van een uitzonderlijke schoonheid. De schoonheid zat hem in die paas even. Geweldig. Pedro. De scheidsrechter fluit voor rust bij een stand van 2-0. Door dat late doelpunt zit de thuisploeg op rozen en het publiek zal zeker tevreden zijn. Ja, hun elftal heeft...
Bayern München heeft zich een kwartiertje kunnen opladen en begint nu aan de tweede helft met de aftrap. Rakitic. Aanval afgeslagen en misschien een kans om zelf iets te doen. Rakitic. Xabi Alonso. Sergio Busquets. Lionel Messi speelt zijn tegenstander uit. Robben aan de bal. Mooie actie van die verdediger. Wat een inzicht. Xabi Alonso. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Rakitic. De scheidsrechter heeft iets gezien en fluit. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de achterstand kunnen wegwerken. Dante. Müller. Götze. Baan. Hoe is het mogelijk? Messi heeft hem. Hij staat gewoon aan de verkeerde kant te verdedigen. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Müller. Knap verdedigd. Laam. Ravinha. En de bal gaat uit via de speler. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. De doelman kan de bal gaan klaarleggen om een doeltrap te nemen. Xabi Alonso. Te snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Alves da Silva. Hij loopt een heel end met de bal. Balbezit voor Barcelona met de inworp. Pedro. Barcelona mag een vrije trap nemen. En daar gaat hij met de start
tussen de benen. Ja, gewoon zijn dag niet. Nee, hij liet de trainer maar één keus en dat was een wissel. Ja, hij moest er gewoon af en snel vergeten deze wedstrijd. Hij stormt zijn doel uit en maakt het aanvaller op die manier erg moeilijk. Prima redding hoor. Ja, en gewoon zonder te twijfelen op die man af, hè? Er is geen tijd meer voor een langzame opbouw. Naar voren met die bal. Ja, hij gaat voor de verre uittrap. Gutsen. Daar ligt iemand op de grond. Wat kan dat zijn? Spierblessure. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Suarez. Gutsen. Müller. Dat is een kansrijke paas. Ongelooflijk hoor. Hij laat zijn grote kwaliteit zien met deze actie. De keeper mag hem dankbaar zijn. Die geblesseerde speler kan blijkbaar niet verder. Sergio Busquets. Robben heeft hem. De bal wordt voor het doel gespeeld. Kan er iemand bij? De voorzet wordt onder Alaba. De bal raakt de paal en gaat achter. Einde van het duel. Zo is voetbal nou bedoeld. Spelen op de aanval en niet eindeloos achterin blijven hangen. Nee, lekker elke bal naar voren spelen. Zo moet dat. Lekker aanvallend spelen. Wat een fantastisch potje voetbal, zeg. Fijne avond en graag tot de volgende keer.